Keep on Shining hoorde je van Curtis Harding. Stefan, vind je dit ook geweldig? Ik vind Curtis Harding geweldig. Ik ben een fan van zijn stem, fan van zijn muziek. Ja, echt sinds day one. Ja, echt een lekker begin van dit half uurtje. Want jij bent bij ons, de Amsterdamse soulzanger hoor je, Stefan Moos. En ik kondigde jou net voor het nieuws wel eventjes aan. Met je mooie hoed, want jij ziet er altijd fantastisch uit. Dankjewel. Je houdt echt van mooie kleren. En toch? Het is een heel eigen stijl. Eigen stijl. Ja. En ik hou er gewoon van. Ik voel me er lekker bij. Ja, en je hebt natuurlijk een geweldige stem ook. Heel veel mensen kennen jou misschien nog wel van lang geleden. Je deelname aan The Voice of Holland. Daarna is er heel veel gebeurd. Je hebt singles gemaakt. Tweede album is net uit. Het is net uit. Zijn net aan geweldig. Ja. Even een stukje van jou. Dat mensen even weten. Oh ja, dat is hij. On the Moon is dat. En je gaat weer optreden. Na een anderhalf jaar stilstand eigenlijk door corona, kan ik me zo voorstellen. Hoe is dat? Ben je alweer bezig eigenlijk? Heb je alweer gespeeld? Ja, we hebben in het buitenland gespeeld. We hebben in Spanje gespeeld. Oh, ja, we zijn ook 29 juli naar Spanje vertrokken. We hebben daar 3 steden gedaan. Valencia, Barcelona en Murcia. Superleuk. En ja, het is natuurlijk heel erg onwennig. Hè? Spreek je een beetje Spaans? Wat zeg je tegen die mensen? Nou, gek genoeg ben ik aan het studeren. Ik ben Spaans aan het leren. Echt waar? Ja. Oh, en met welk doel? Nou ja, met doel. Omdat ik in Spanje het heel erg, blijkbaar heel goed doe. Oh ja. We zijn in de tweede tour stonden we al in Colosseum. En we stonden in Murcia, wat een beetje de North Sea Jazz is van Spanje. En dat was met de tweede tour. En daarnaast vind ik het gewoon leuk, als je daar dan bent, dan ook echt lokaal met de mensen te kunnen praten. Ja, dat vind ik persoonlijk echt ook wel het fijnst. Ja, dat je niet alles in het Engels hoeft te doen of nee, zo. Nee, en Spaans is gewoon een hele mooie taal. Sí, sí, señor. Karen, doe eens wat. Sí. Tú, yo hablo español. Ah, sí. Sí, yo practicar español todos los días con mi profesora. Nou, wauw, dat klinkt goed. Leuk, en misschien ga je ooit wel een Spaans liedje dan zingen? Of is nou, dat zou wel toch gek zijn, hè? Ja. Stefan Moorsen in een Spaans. Een soulnummer, maar dan wel met een Spaans artiest. Ja, leuk. Dat zou dan nog wel echt een soort van kerstpataat zijn of zo. Ja, of Enrique Iglesias. Let's dream big, let's go! Ja. Goed, dan hebben we het daar de volgende keer weer over. Oké. Okay. Ja, leuk. Ja, nou, jij zijn management? Ja, ik bel hem zo, ik stuur hem even Of misschien luistert iemand die denkt, nou, ik ken zijn management. Ja, we gaan het regelen. Ja, goed idee. Hé, je bent hier niet alleen om te praten over de muziek. We gaan zo wel een stuk van je nieuwe album laten horen, want je hebt een nieuw album. Ja. Daar straks meer over. Maar wat ik zo leuk vind, is je hebt ook een organisatie opgericht. Je hebt ook een t-shirt aan. Ja. Waarop staat hoe dat heet. Tussen zang en dans. Tussen zang en dans. Zo heet die organisatie. Ja. En die is eigenlijk opgezet om kinderen jouw liefde voor de muziek bij te brengen. Precies dat. Ja, dus je geeft echt les. Hoe doe je dat? Ja, nou ja, in de eerste instantie doen we alle lessen intern op de basisscholen. Dus dat is wel een voordeel. Men hoeft niet naar een externe locatie. Wij komen met de docenten op de basisscholen. En je noemde net liefde voor de muziek. En dat is het ook precies. Ik ben ook papa, hè, dus kinderen in Amsterdam die op school zitten. En het viel mij op dat mijn zoon vaker thuis kwam. En als we het dan over een muziekles op school hadden, dan zei hij, nou papa, het is zo saai. Echt? Ja. Oeh. En dan kan je je voorstellen, mijn liefde voor muziek en papa, het is zo saai, kan ik niet rijmen. En na de zoveelste keer heb ik besloten toen te zeggen, nou, is misschien een idee om zelf dan les te geven. Want ik denk dat er iets fundamenteel niet goed zit aan de manier waarop er misschien les gegeven wordt, of aan de les wat er gegeven wordt, of dat er wordt niet voldoende in de belevingswereld van de kinderen gekropen, et cetera, et cetera. Nou, dat was een stap om met de schoolleiding te praten en te vragen, jongens, mag ik? Ik wil heel graag, want ik denk dat het anders moet. Je hebt geen opleiding voor leraar of iets gedaan, of muziekleraar? Ik heb geen pedagogische opleiding. Ik heb ook geen opleiding voor het geven van les aan kinderen. Ik denk dat het vanuit liefde komt. Ja. En papa zijn is ook een voordeel, hè? En dan werk je ook al heel vaak met kinderen. Hè, dus, en ik denk dat ik een natuurlijke meester ben. Het gaat gewoon heerlijk met een groepje kinderen. Nou, zo ben ik eigenlijk begonnen als vrijwilliger overigens. Ja. Tijdens de overblijf van mijn zoontje. Ja, nou, en wat deed je dan? Ik had mijn gitaartje bij me. En ik had wel al een beetje bedacht van wat wil ik nou doen. Hè? En voor mij het belangrijkste is, als je nou gaat nadenken over, wat vinden kinderen nou echt leuk?
ga dan niet vanuit wat jij leuk vindt, maar wat vinden de kinderen nou eigenlijk? En als je een beetje oplet, kun je dat zien. Kinderen zijn heel veel bezig met, nu is het vooral TikTok. Ja, allemaal dansjes en liedjes. Je hoort ze de hele dag zingen. Ja, en dansen inderdaad. Hè? En dansen en mode, want we doen ook Fashion Fix en Jimbe inmiddels. Dus als je vooral gaat luisteren wat de kinderen helemaal te gek vinden, denk ik dat je een hele goede aanknopingspunt hebt. Dat is één. En twee is enthousiasme en passie. Ik denk dat die twee factoren er echt wel voor zorgen dat je sterretjes in de oogjes van de kinderen kan krijgen. Dat is jouw doel? Dat is mijn doel. Ja, dat is mijn doel. Ik zou het te gek vinden als kinderen die ooit met ons of een van onze lessen hebben gehad, die tig jaar later zeggen, joh, ik ben dankzij een van de lessen bij het Konst beland, of ik ben daardoor een fashion designer. Dat is allemaal te gek, dat is een mooie reward, maar voor nu, het belangrijkste is dat als ze thuis praten over muziek, dat ze met een enthousiasme praten van jawel, sir. En dat ze niet zeggen, de les was weer saai. Nee, het ging over muziek, want dat kan natuurlijk ook eigenlijk niet. Absoluut, met passie. Maar het leuke is dus dat jij bent heel klein begonnen, gewoon op school bij je zoontje. Ja hoor. Met een beetje tijdens de overblijven met tijdens je lesgeven. Overblijven, ja. Maar dat is uitgegroeid tot een hele organisatie. Hè? Ja, en het is weer helemaal te herleiden naar het stukje passie en enthousiasme voor wat we doen. Want op een gegeven moment als kinderen praten over hoe leuk ze het vinden, dan komt dat bij de leraar terug, het komt thuis terecht, het komt. Dus van het een komt het ander, dan andere school. Ik denk, goh, nou leuk wat je hier doet. Wil je dat ook bij mij komen doen? Heb je ook tijd daarvoor? Nou, dan ben je voordat je het weet, zit je met 1, 2, 3 scholen. En toen kon ik niet meer. En dat heb ik best wel een tijdje zo gedaan. Tot op een gegeven moment dacht, nou ja, misschien zijn er ook wel andere docenten die net zo gepassioneerd zijn als ik. Die net zoveel visie hebben als ik. Ja, maar docenten of muzikanten? Het zijn vakmensen. Het zijn vakmensen. Want het zijn en muzikanten, het zijn en stylisten, het zijn en musicalsterren. Het zijn vakmensen. Ja, echt een organisatie. Hoeveel mensen werken daar nu inmiddels? Op hoeveel scholen werken jullie? Nou, we zitten nu tussen. Want het is, we zijn vanuit de corona weer helemaal opnieuw begonnen. Dat heeft natuurlijk ook allemaal stilgelegen. Het is allemaal stilgelegen, zeker een jaar op zijn minst volgens mij. Dus nu zijn we nu langzaam aan het uitbreiden of aan het groeien weer. En we zitten denk ik nu tussen de 15 à 20 organisaties met wat we nu samenwerken. En dat varieert van basisscholen tot buitenschoolse opvang. Dus dat doen we ook. Doe je er ook nog bij? Ja. Ja, wat leuk. Ja. En intussen maak je zelf ook nog muziek. Je staat op het podium met je eigen muziek. Vind ik belangrijk hoor trouwens. Dat die twee dingen hand in hand gaan. Want you gotta practice what you preach, zeg ik altijd. Dus als je ook op het podium, als je ook echt voor een klas wil staan met kinderen, dan is het ook fijn als je zelf ook kan laten zien dat je dat nog actief doet. Ja, en het geeft jou ook weer inspiratie over en weer, kan ik me voorstellen. Weten. Had jij als kind of als jongeman die net begon met de muziek ook iemand die jou een beetje daarin stimuleerde? Die, zoals jij dat nu bij allemaal kinderen doet eigenlijk? Nou nee, niet per se. Dat iemand echt met mij, dedicated met mij bezig was. Maar ik had om me heen natuurlijk allemaal mensen die muzikant waren of die wel iets deden waar ik met naar keek. Ja. Ik denk dat, nee. Dus ik had niet per se iemand of groep die mij dedicated stimuleerde of iets bijbracht. Nee. Of zulke leuke muzieklessen. Zoals je die of zulke leuke muzieklessen of fashion fix lessen. Ja. En danslessen. Nee. Nou, het is goed dat jij dat nu doet voor de kinderen van nu. En wie weet zitten er nu alweer leraren te luisteren die denken, die Steffen, die willen wij ook op school krijgen. Ik hoop het wel. Ja, goed. Nou, we praten er zo nog eventjes over verder. Maar eerst gaan we luisteren naar een nummer van jouw laatste album. Ja. Tweede album, toch? Ja, tweede album. Soul Revolution. Oh, heet die. Ja. Lekker. Titelsong van het album. Lekker. Ja. Ja, nee, we gaan Positivity draaien, toch? En ik dacht misschien, vind jij het nog leuk om die aan te kondigen of daar iets over te vertellen? Over Positivity? Ja. Welke gaat die gaan komen? We doen. Die gaan we nu doen. Die gaan we nu doen. Nou, ja. Jongens, meisjes, dames en heren. Daar Positivity, we kunnen er niet genoeg van krijgen. Luister en geniet. You're going through struggle. See, I know how you're feeling, 'cause I was always in trouble. See, the sun's gonna shine on, and your best days on the rise. Enjoy the ride. See, every setback sets you up for silver linings. Whenever you lose hope, get up,
keep on finding. Positivity is all we really need. So hang it and come down. Let's turn it all around with positivity. It's all within your reach. It's matter over mind. Find the strength inside of me. Let's turn it all around with positivity. Gotta block out the sadness, then you're lost in the rapture. Break away from the madness to relieve all the pressure. Every dream you imagine can be real if you believe. It's your destiny. See every setback sets you up for silver linings. And never lose hope, get up, keep on fighting. Silver linings, whenever you lose hope, get up, keep on fighting, fighting for positivity. It's all we really need. So high we can come down. Let's turn. Wow. Lekker klinkt die, Stephen Morrison. Applausje. Ja, echt een applaus voor jezelf. Positivity. Yes. Wat een fijne plaat weer. Dankjewel. Hoe gaat zo'n album, hoe komt dat eigenlijk tot stand? Hoe werkt dat bij jou? Want je bent eigenlijk best wel druk, normaal gesproken, dan als er geen corona is. Want je geeft al die lessen op basisscholen. Ja. Je treedt op, je doet van alles en nog wat. Ja. Hoe gaat het creatieve proces, hè? Ja. Dat gaat op verschillende manieren. Ik bedoel, de meest simpele vorm is echt opnemen wat je ter plekke ergens bedenkt. En dat kan zijn onder de douche, op de fiets of whatever. Het vaak begint met inderdaad met een voice recorder. Gewoon op je telefoon? Ja hoor, en dat kan dan, het kan een melodietje zijn. Het kan een stukje tekst zijn die ik opvang van iemand. Die denk, oh wauw, dat is interessant, daar wil ik iets over vertellen. Dus dat kan van alles zijn, dat is één manier. Andere manier is schrijfsessies met verschillende schrijvers. Positivity is een liedje toevallig geschreven met Tjeerd Oosterhuis, met Richard, met Alan Eshuis. Maar dan ga je ervoor zitten, ga je in de studio en dan ga je echt bedenken, goh, wat willen we vertellen? En dan ga je op die manier heel gefocust en dan ben je ook vaak aan het eind van de dag heel veel verder. Want dan heb je ook vaak al iets staan. Dus het creatieve proces is best verschillend. Ja. Van liedje tot liedje. Ik heb ook gewerkt met jongens als Mama's Gun. Of Andy Platz van Mama's Gun. Echt? Ik weet niet of je die kent. Ja. Maar die waren onlangs nog in Nederland. Ja. Afgelopen weekend volgens mij. Staan er ook op in Paradiso Noord. Stonden zij ook. Met hun heb ik ook veel geschreven. Dus dan ga ik naar Engeland toe. Gaan we de studio in. En dan gaan we zitten. En dan gaan we ook even praten. Jongens, wat houdt ons bezig? En dus het varieert. Ja. Ik heb daar niet een hele duidelijke... Niet een vaste werkwijze. Nee, niet dat je 's morgens altijd om 9 uur gaat zitten. En dat het dan maar moet komen. Nee, het moet voelen. Nee. Het moet goed voelen. Ja. En als dat dan, als je daar dan mee aan de slag gaat en het blijft en het goed gevoel houdt aan, dan weet ik vaak dat we op een goede weg zitten. Ja, maar je hart ligt wel echt bij de soulmuziek. Ja, zeker weten. Ja, was dat voor jou als kind eigenlijk al
het? Ik luister. Ik heb, als ik terugdenk naar mijn kindertijd, dan hoor ik ook mensen als vader Abraham uit de speakers komen. Oh ja? Ja, joh. Ik hoor ook mensen als Nana Mouskouri uit de speaker komen. Want mijn ouders die waren gewoon heel erg muziekliefhebbers. Oh ja, dat wel. Ja, die waren muziekliefhebbers. Maar soul was het altijd en overal. Hè. Thuis, maar ook echt buiten huis. Op het moment dat ik zelf muziek ging maken, was soul niet per se het dingetje. Het was van alles. Ik heb een beetje hip-hop gedaan, een beetje pop. Maar op een gegeven moment dan ga je toch wel afvragen, maar wat vind ik nou echt fijn? En waar voel ik me het lekkerst bij? En waar en kan ik significant... Ook. Ja, ook stem is qua geluid. Ook. Hè? Ja. Waar kan ik echt ook iets bijdragen? Zeker als je kijkt naar de Nederlandse muzieklandschap. En vind ik gewoon soul echt een soort van ondergeschoven kindje die veel meer aandacht verdient. En ik vond dat mijn plek was. En die heb ik ook toegeëigend en ik ben daarvoor gaan staan. En ik heb gewoon niks anders gedaan dan alleen lekkere soul. Dus dat is wat je krijgt als je Stephen Morrison denkt. Ja, dat doe je goed. Dankjewel. Ja, en dus een nieuw album, Positivity heet dit nummer. Is dat ook een beetje de boodschap eigenlijk die jij wil uitdragen met jouw muziek en ook met dat nieuwe album, dat positief blijven? Ja, absoluut. Ik denk dat we veel te weinig bezig zijn met elkaar gewoon een welgemeende compliment geven zonder bijbedoelingen. Welgemeend, eventjes even een schouderklopje geven, et cetera. Ik denk dat we daar veel meer aan kunnen doen. En bovendien is mijn visie en droom bij voorstellingen, wil ik zeggen, maar gewoon een show van mij, is dat als, heb ik altijd gehad, als mensen naar een show van mij komen, dan vroeg ik me af, wat wil ik dat ze hebben? Wat wil ik dat ze meenemen? Ja. En voor mij is het geslaagd als mensen eigenlijk met de jas uit, het liefst over hun schouder en schoenen in de hand, omdat ze zweet en warm. En dan denk ik, jezus, wat was dit echt gewoon een heerlijke avond. Als dat gevoel er is, dan is het geslaagd. Ja, en dat is gewoon gedanst, algehele positiviteit. Ja, zeker. Ja. Je treedt dus nu weer op, zaterdag in Alkmaar heen, Victoria. Ja, Podium Victoria. Ja, en dat is bijna uitverkocht. Hoorde ik. Ja, nou jij hebt nieuws voor mij, hè? Dat is nieuws voor mij, ja. Dat is lekker toch? Dat is heerlijk, ja. Gewoon lekker weer voor volle zalen kunnen staan. Ja. Hoe lekker is dat? Ja, is dat dan in het begin ook nog weer even, toch weer even wennen, spannend, even zoeken? Dat je denkt, hoe deed ik dat ook alweer? Jawel, maar weet je, het voelt wel weer al heel snel als een warm badje. Het voelt heel snel als thuis. Ja. Ik moet zeggen, ik speelde afgelopen weekend in Paradiso. Toen ik zoiets van, oh, dit vind ik wel weer echt spannend. Ja. En het is gewoon je thuispubliek. En het is Paradiso. En dat vind ik wel weer spannend. Ja. Dus we gaan zien. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ja, zeker. Zaterdag dus in Alkmaar in de Victorie. Eind oktober sta je ook in Hilversum in de Vorstin. Ja, je gaat het hele land door eigenlijk. Maar dit zijn dan wel. In elk geval een paar plaatsen bij ons in de provincie. Ja. Heel leuk dat je hier was, Stephen. Heel veel succes met je mooie project. Ja. Het bij het brengen van de liefde voor muziek. Dank je wel. Kinderen op de basisscholen en ook andere buitenschoolse opvang. Ja. En heel veel succes daarmee. Dank je wel, gaat lukken.